dan horen we even helemaal terug te gaan. Ik denk 4000 jaar voor Christus. Paard en mens kwamen tezamen. En dat paard was een typisch kuddedier, maar ook een prooidier. Hij was ook een vluchtdier. Nou, kuddedier kennen we, daar hebben we soms last van in het rijden, maken we soms gebruik van. In onze verzorging is het absolute noodzaak dat we dat kuddedier in zijn kudde ook laten verzorgen. Lekker met soortgenoot. Vluchtdier kennen we ook. We zijn aan het rijden en hij gaat er wel eens een keer vandoor. Want hij is bang.